Hoi, Hugo Bakker hier. Het is zondagochtend, dus ik ben aan het wandelen. Want in september ga ik de top van de Kilimanjaro beklimmen. Dat is ongeveer 6000 meter hoog. Dat doe ik voor de tweede keer. En in deze video vertel ik je wat het doel is van deze reis. Waarom beklim ik de Kilimanjaro, de korte versie? Ik doe het om geld op te halen, in te zamelen. Voor een goed doel, en dat is het bouwen van een vrouwencentrum in Mali. Voor vrouwen die verlaten zijn door hun man, maar wel voor hun kinderen moeten zorgen. Die eigenlijk wel de ambitie hebben om ondernemer te worden. Nou, dat steun ik natuurlijk graag. Ik heb dat vorig jaar ook gezien toen ik daar in de sloppenwijken was. En dat is het verhaal van Grace. En dat is de langere versie waarom ik dit doe. Ik ga je het verhaal van Grace vertellen. Vorig jaar was ik in Tanzania en toen gingen we naar de sloppenwijken toe. En we gingen eigenlijk de projecten van Compassion steunen. En ze hadden iets bedacht voor ons. Dat was het volgende. We kregen als groepje van vier, kregen we allemaal $10. Met als opdracht om de sloppenwijk in te gaan. En daar iemand te helpen met dat geld. Nou is $10 natuurlijk niet heel erg veel, maar ja, daar is dat wel wat anders natuurlijk. Dus wij kwamen terecht bij Grace. En Grace woont in een leme hutje met overal gaten. En leem, dat is dus een soort van klei en een stro door elkaar heen. En dat hutje was ongeveer 2 bij 2. Nou, meet maar uit. Super klein dus. En Grace had ook 3 kinderen. En het grote probleem wat Grace had was, haar man had haar kort geleden verlaten. Waarom weten we niet precies. Maar dat betekent dat zij dus overbleef met 3 kinderen. Geen werk, dus geen geld. Maar wel huur moeten betalen en eten moeten betalen. Soms, als ze geluk had, dan kreeg ze wat te eten van de buren. Maar er waren ook genoeg dagen dat ze dat niet kreeg. En dan zit je daar met 4 rijke mensen en $10. En dan stel je de vraag, wat zou je willen? Weet je wat ze zei? Ik zou graag ondernemer willen worden. Nou, dat spreekt mij natuurlijk aan. En mijn buddy die erbij was, Benjamin, is ook ondernemer. Sprak ons aan. Ja, maar wat zou je willen dan? Nou, ik zou gewoon eten willen verkopen op straat. Oké, nou, wat heb je nodig dan? Wat ik nodig heb is een pan, een pollepel, wat eten, zeg maar, deegolie en een display. Oftewel een doorzichtige emmer waar je het in kunt tonen. Een soort van toonbank. Oké, that's it. Dus wij gingen op weg. Wij gingen op weg om spulletjes te kopen. Nou, hier in deze winkel, weet je, op een rommelmarkt zouden wij er nog geen euro voor geven. Maar dat is daar gewoon een winkel. En we hadden wat locals mee die voor ons gingen onderhandelen en die keurig netjes uitrekenden hoeveel het allemaal kostte en hoeveel we dan nog over hadden. Nou, uiteindelijk is dat allemaal gelukt en wij komen terug bij Grace en wij geven haar die cadeaus. Nou was dat niet direct van, oh dankjewel, wat ben ik blij. Nee, ze was eigenlijk heel erg ingetogen en ze ontving de cadeaus en nou ja, er kwam langzaam maar zeker een glimlach. Maar het was niet zo als bij ons dat je zei van, oh wow, dankjewel, dankjewel. Maar goed, ik weet niet hoe het nu met haar gaat, maar zij heeft nu de mogelijkheid om voor zichzelf te zorgen.
om eten te maken voor de kinderen en om eten te verkopen, dus wat geld te verdienen, om in ieder geval de huur van het leme rothuisje van 2x2 te betalen. Toen ik thuis kwam, toen had ik zoiets van, ja, ik ga nog een keer die Kilimanjaro beklimmen voor een goed doel. Ik weet alleen nog niet wat, weet je wel. Geven maakt rijk. Maar ik zie wel wat er op mijn pad komt. Nou, nog geen 2 maanden later ben ik bij ons in de kerk en blijkt dat iemand die als zendeling in Afrika, in Mali werkt, dat die eventjes terug was in Nederland. En ik ontmoet hem eigenlijk voor het eerst echt. En ik zei, joh, hoe kan ik je helpen? Hij zegt, nou, daar denk ik even over na. En toen kwam hij terug met een mailtje met een project waarvan ik dacht van, wauw, hoe is het mogelijk? Hij is een vrouwencentrum aan het bouwen in Mali. Een vrouwencentrum voor vrouwen die dus verlaten zijn door hun man. En dat blijkt dus nogal vaker voor te komen daar in Afrika. Het is echt een thema daar. Dus nou, ik heb dat dus van ja, dichtbij mee mogen maken. En toen dacht ik, ja, dat is een mooi doel. Daarvoor ga ik Kilimanjaro beklimmen in 2017. Nou, groot deel van het geld wat nodig is, dus €7.000, dat doneer ik zelf. Maar als je bij wilt dragen, heel graag. Je kunt natuurlijk gewoon op mijn bankrekening geld storten met vermelding Kilimanjaro. Dan komt het goed. Dan zet ook je e-mailadres eventjes erbij. Dan kan ik je een dankjewel sturen. En als je ondernemer bent, dan is het veel toffer om gewoon naar ons seminar te komen op 1 september. Dat is in Veenendaal. Dan ga ik samen met de andere Kili-gangers een super tof seminar geven. Waar we heel veel waarde gaan geven. En niet met als doel dat je klant wordt. Maar gewoon met als doel om een toffe dag te bezorgen. En dan is het aan jou of jij ook zegt van, nou joh, ik wil ook wel bijdragen aan de doelen. Middels een donatie. Maar we hebben ook wat andere dingen verzonnen. Zoals boeken. De boeken die we verkopen. Oh, ik heb hem niet bij me trouwens. Maar goed, ik heb een aantal boeken geschreven. Die verkoop ik. Dus eigenlijk betaal ik zelf de kostprijs. En het volledige bedrag wat jij betaalt. Uiteraard krijg je ook een kortingje erop. Dat gaat naar het doel. En we hebben nog iets anders bedacht. Een gezamenlijk product. Dus een product van de verschillende ondernemers die komen spreken. De verschillende Kili-gangers. En als je daarin investeert, heb je er sowieso voor jezelf iets aan. En dat bedrag, dat verdelen wij onder de verschillende goede doelen die, waarvoor wij de Kili bewandelen. Bewandelen? Beklimmen. Nou, dat beklimmen valt best wel mee in de zin van, het gaat echt niet met touwen en met van die pikhouwelen, weet je wel. Het is echt geen Mount Everest. Het is gewoon een berg die je op kunt wandelen. Maar het is ook wel behoorlijk pittig hoor. Vorig jaar toen ik op de top aankwam, toen stond ik echt te janken. Dat was echt pittig geweest. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon de ene voet voor de andere voet zetten. En ja, het is geen mega prestatie wat mensen er soms in hun hoofd van maken. Dus dat valt allemaal mee. Nou, als je wilt steunen, heel graag. Hieronder kun je via de knop aanmelden naar het Benfiets Seminar. En je ziet ook mijn rekeningnummer staan. En als je gewoon hebt genoten van deze video, duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Like mijn Facebookpagina. En dan krijg je vanzelf nog meer inspiratievideo's. Groetjes, hoi hoi.